In de gesloten wereld van de Formule 1 is het niet altijd makkelijk om dicht bij de Formule 1-coureurs te komen. Maar wie schuilen er nu werkelijk achter die keurige PR-praatjes? In deze video stippen we 5 dingen aan die je misschien nog niet wist van een Formule 1-coureur. Deze keer Charles Leclerc. Het lijkt erop dat elke Formule 1-coureur ook part-time gamer is. En daar is Charles Leclerc geen uitzondering van. In zijn vrije tijd vindt Leclerc het niet erg om zijn PlayStation aan te slingeren en een potje Fortnite te spelen. En slecht is hij er ook zeker niet in. Tijdens de coronacrisis is de Monegask zelfs begonnen met het live uitzenden van zijn games via Twitch. Op het platform heeft hij ruim 850.000 volgers. Alleen Lando Norris is nog bekender op de streamingsdienst. Hij heeft ruim 1,3 miljoen volgers. Net als de meeste coureurs rijdt Leclerc met een racenummer waar een verhaal achter zit. De Monegask reed zijn hele carrière met racenummer 7 voordat hij in de Formule 1 terechtkwam. 7 is zijn favoriete nummer omdat het de som is van de 2 getallen van zijn geboortedatum als je die bij elkaar optelt. 16 oktober, 1 plus 6 is 7. Helaas voor hem waren de nummers 7 en 77 al bezet door respectievelijk Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas toen Leclerc in de Formule 1 terechtkwam. Zijn derde keuze was nummer 10, maar die had Pierre Gasly al opgeëist. Daarom reed Leclerc nu met nummer 16. De dag waarop hij geboren is. De in 2015 overleden Formule 1-coureur Jules Bianchi was een goede vriend en tevens de peetvader van de 8 jaar jongere Leclerc. Bianchi had de jonge Leclerc zelfs geholpen tijdens zijn eerste meters in de karts en was de engineer van Leclerc tijdens zijn eerste race. En al sinds jaar en dag is Leclerc verbonden aan Nicolas Todt, die zijn manager is. Velen vinden dit saillant, aangezien de vader van Nicolas, Jean Todt, van 2009 tot en met 2021 voorzitter van de FIA was. En niet alleen in de Formule 1 hebben Max Verstappen en Charles Leclerc tegen elkaar geraced. Al in hun kartdagen kwamen Verstappen en Leclerc elkaar op de baan tegen. Ze won Verstappen ten koste van Leclerc in 2013 de wereldtitel van de hoogste kartklasse ten koste van Leclerc. Hoewel de rivaliteit tussen Verstappen en Leclerc een stuk vriendelijker is dan tussen Verstappen en Hamilton, hebben de twee kampanen het vroeger ook een aantal keer met elkaar aan de stok gehad. Tot zover deze video van dingen die je misschien nog niet wist over Charles Leclerc. Vergeet je niet te abonneren en in de volgende video zijn wij er gewoon weer bij.